Wij zijn de Strenders, dat is ons lied. Wij zijn de Strenders, wij zijn... Mijn rol is gewoon een burgervrouw. Dus wij zitten dus in het dorp, hè. En wij zitten te breien, te spinnen en we doen van alles en nog wat. Totdat er natuurlijk op een gegeven moment gevochten wordt, hè. Met harken en potten en pannen en dan moeten we een strijdlied hebben we. Ja. En zit het er een beetje in, al de tekst? Nee, maar wij hebben vorige week net voor het eerst geoefend. Dus. Ja, dus op het moment dat jij het pistool dramatisch omhoog doet, Alfons, dan start de volgende tekst. We hebben elk 5 jaar hebben we Oosterrind present in Oosterrind. Dat is een heel dorpsfeest waar eigenlijk bijna iedereen aan meedoet. En daarin hebben we dan ook een historisch spel, elke 5 jaar. Goed, de watergeuzen, dat zijn jullie. Het gaat over de 80-jarige oorlog. Niet de hele 80-jarige oorlog, want dat zou veel te lang duren. We doen alleen het begin, de eerste paar jaar. Vooropgesteld dat de mannen ons haven en goed verder laten. Is dat een beetje te regisseren, zo'n groep? 200 mensen aansturen op een voetbalveld, dat is niet makkelijk. Nee. Maar we proberen het zo duidelijk mogelijk te maken, zodat iedereen weet wat hij moet doen. Van Oostrend naar Den Burg. En dan weer van Den Burg naar Oostrind. Ja, dat moet onthouden zijn. Het gaat nu snel hoor. We denken ook iedere keer van nou halen we dat wel. Maar dat is altijd nog gelukt. Dus het gaat nu ook weer lukken. Het is echt heel erg bijzonder. We hebben een enorme tribune. Dus er is plek zat. Kaartjes zijn al te reserveren bij de VVV. En kom vooral.